Hey, ja, dit is een braderie is dit. Ja. Het is een of feest. Echt ongelooflijk. Moet je kijken wat een gezelligheid allemaal. Dat is echt niet normaal. Ja, hondvriendelijk zijn er, want we houden heel veel van honden. Heel veel. We zijn eigenlijk de hondenstront die op de straat ligt een beetje zat. Dus vandaar dat we hondvriendelijk Duindorp hebben opgericht. Alle vrijwilligers uit Duindorp, waaronder ik zelf. En wij hopen gewoon dat de mensen beseffen dat overlast veroorzaakt voor andere mensen. Dus honden zijn heel erg leuk, maar de poep op straat vinden we niet leuk. Poepzakjes aan het uitdelen dat er geen poep meer op de straat ligt. Terwijl je speelt op straat en je glijdt uit en zit je in poep. Dat is niet leuk. Want ligt er veel poep in Duindorp? Ja, veel. Ja? Waar ligt het allemaal? Hier in het pad heel erg veel. Er liggen echt zulke hoge stront. Laat u dan wel eens de poep op straat liggen? Ja, ik ga heel graag met de hond wandelen. Poep op straat? Nee. Nee, dat doen we niet. Ik heb allemaal van die zakjes. Hup, heb je zakjes in? En in de film. En in, want het staan allemaal van die mooie poepbakken hier vandaan door. Heeft u eigenlijk een hond? Nee, die heb ik niet. Ziet u wel eens mensen die de hond op die opruimen? Dan mag je dan grappen wat we gaan doen. Duindorp is een hele leuke wijk om in te wonen. Er wordt ook best wel wat georganiseerd. Er zijn veel verenigingen hier in Duindorp. En ook de braderie jaarlijks. Er is altijd een heel festijn. Er komen altijd heel veel bekenden tegen. Dus het is altijd heel erg leuk. Het weertje werkt nu ook mee. Dus ja, we hebben het naar ons zin. Belgen bestellen. En zeker op het voetbalveld. Willen wel dat Nederland wint. Avant, fris voetbal. Ik vind deze wijk heel mooi. Want ik fiets hier regelmatig doorheen als ik naar Hoek van Holland fiets. En ik moet zeggen, het ziet er allemaal erg gezellig uit. Voetbal gaat Nederland winnen. Dat moet toch, dat kan toch niet anders. Met zulke enthousiaste mensen met allemaal oranje vlaggetjes. Dus dat kan toch alleen maar Nederland winnen? Nederland natuurlijk. Waarom? Nou, omdat ze ook al van Australië hebben gewonnen en dan van Spanje. Dus ik denk dat ze van Chili ook wel gaan winnen. Wat is het leuke van Duindorp? Er zijn veel kinderen en je kunt er heel vaak mee spelen. Nou, wij staan hier voor respectzorggroep Scheveningen. Respectzorggroep, zoals het tegenwoordig heet. En wij staan hier op ons werk te promoten. Bieden thuiszorg, wij bieden een abonnement, zeker thuis. Mensen die langer thuis blijven wonen. En soms kan dat zonder zorg, maar het gebeurt dat mensen zorg nodig hebben en die kunnen wij bieden. Wij kunnen mensen helpen om een alarmsysteem aan te vragen. En mensen krijgen dan thuis een alarm. En ze kunnen daar ook roepen als er iets gebeurd is, bijvoorbeeld als ze bijvoorbeeld gevallen zijn. Ja zuster, nee zuster, ja zuster, nee zuster. Oh, jullie staan er nog. Mag nog één keer een hartelijk applaus voor het toneelgezelschap op de Duinen. Kom even naar voren. Hey. Het is ontzettend leuk om hier gestaan te hebben vandaag. Zoals jullie wel zien, hebben ze ontzettend veel lol. Dus ik hoop jullie snel te zien in het Trefpunt om je aan te melden. Dank u wel. Hard werken, ja. Dat wel. Maar heel leuk. Ja. Net zoals Kerstland. Zoiets. Maar dan heel gezellig. Anders geven niets. Ja, heel leuk. Heel saamhorig, vind ik wel. Ja. Ja. We hebben allemaal ons eigen taakje. En je ziet meestal allemaal bekenden die je heel lang niet ziet. Ik ga het even neerzetten. Maar... Ja. Dat is ook leuk. En zeker als het mooi is. Dat hadden we heel erg mee. Ja. Dat is leuk hoor. Ja.
We hebben genoten. Ja, was een leuke dag. Heel leuk. We zijn wel heel erg moe. Ja. Maar zoals iedereen ja. Van de vrienden. Maar dat hebben we er over, want ja. Het is erg leuk. Nederland natuurlijk. We zijn heel chauvinistisch. Ja. Maandag gaan ze weer spelen tegen Chili. Nou, die hakken ze helemaal in de pan. Ja, dat hopen we. Maar we gaan er gewoon uit. Ja. Kijk, hij heeft alvast zijn tenuutje aan. Ja, hij is dan precies daarvoor gekleed. Ja, je moet niet oranje aantrekken. Zolang ze binnen trekken, het niet uit, ga niet in de douche.